De zaak is uitgesteld naar morgen, 12 uur. Dan gaat de rechter de competitie van partijen houden. En verwacht ze inlichtingen dus van beide partijen. Wat is de eis van de regering? Dat de staking dus natuurlijk wordt opgeheven. Daar komt het op neer. Dat zij vinden dus dat de staking niet rechtmatig is. En eigenlijk men gewoon eens aan het werk moet. Omdat het herwaarderingsprogramma niet zijn uitvoering is. Althans, men is bezig dat de uitvoering te brengen. Op welke gronden is die niet rechtmatig? Omdat de overheid al bezig is om het herwaarderingsprogramma uit te voeren daarom. En dus eigenlijk geen reden meer is om te staken. En is dat vandaag aangetoond? Nou, het is eigenlijk wel aangehaald. Of het is voor de rechter voldoende, dus dat gaat de rechter dus uiteindelijk moeten beoordelen. En wat heeft u naar voren gebracht? Nou, dus wij hebben dus aangegeven, net wat ik u zeg, dus dat het herwaardingsprogramma reeds in uitvoering is. En dat het dus een kwestie van tijd is. Maar er moeten dus nog wat administratieve zaken in orde worden gemaakt voor de feitelijke implementatie. Maar in elk geval is het de bedoeling van de regering dat het terugwerkend na 1 januari in werking gaat. De partijen gaan nu uit elkaar? Tot morgen 12 uur. Wat morgen? Morgen dus die inlichtingencomparitie, toch wat ik u zei. Dus dan gaan de vertegenwoordigers van partijen zelf de rechter informeren. De rechter heeft waarschijnlijk wat vragen voor ze. En dan hebben ze zelf de gelegenheid om de rechter te informeren over wat er feitelijk aan de hand is met het herwaarderingsprogramma.